Studenten van bachelor- en masteropleidingen moeten gestimuleerd worden om het leven van Louis Doudel te onderzoeken. Dit was een van de punten die de voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie, Armand Sunder, aanhaalde tijdens de lezing die gisteren plaatsvond ter nagedachtenis van vakbondsleider Louis Doudel. Sunder zegt dat de stimulans van jongeren belangrijk is voor een diepgaand onderzoek van de Surinaamse geschiedenis. En dan vanuit een Surinaams perspectief. Omdat de geschiedenis van Louis Doudel, die is hoofdzakelijk neergelegd door witte wetenschappers. En die hebben dus een bepaalde kijk op zaken. Bovendien is het zo dus dat Louis Doudel leefde in de koloniale tijd. En in die koloniale tijd werd hij gezien als een oproepkraaier. En een opstandeling en dergelijke. Hij werd niet gezien als de organisator van mensen die in nood waren. Van werklozen, van landbouwers en van werkende mensen die veel te weinig verdienden in die tijd. We moeten dus dieper gaan graven in die geschiedenis. En wat wij vinden gaan vertalen vanuit het perspectief van die Surinaamse bevolking. De lezing die op initiatief van Stichting Louis Doudel plaatsvond, ging in het algemeen over het leven van de vakbondsleider, zijn nalatenschap en zijn rechten die werden geschonden. Ook eerherstel, excuses en de genoegdoening van Louis Doudel kwamen aan de orde. Stichtingsvoorzitter Robert Amarali ondersteunt het idee dat het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname wordt vernoemd naar Louis Doudel. Dat is het voorstel van de vakbeweging. We denken natuurlijk dat vanuit de vakbeweging het een en ander moet gebeuren. Maar natuurlijk geloven wij dat als een van de vrijheidsstrijders van Suriname, een van de initiatiefnemers en iemand die veel leed is aangedaan door de kolonisator, maar ook door de Surinaamse regering die daarna na 75 aantrad, dat er grotere dingen moeten worden genoemd naar hem, dus vanuit het land. Maar het is een geweldige eer dat de vakbeweging hem op een voetstuk wil plaatsen. En natuurlijk, hij staat niet alleen. Hij staat met een heleboel andere strijders die hebben gevochten voor de ontwikkeling van Suriname. Na de lezing ondertekenden de vakbewegingen een document met Stichting Louis Doudel. Waarin werd vastgelegd dat de stichting de bewustwording en de erkenning van Louis Doudel als een van de grondleggers van de moderne vakbeweging zal bevorderen. Gisteren vond ook een kranslegging plaats bij het monument van Louis Doudel.